moet je ook nog een vocal test doen? Lijkt me een goed idee. Doe je dat altijd? Ho! 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 Nee, ik... Hij stond al aan. Oeps. Wat is dit nou voor begin? Welkom bij deel 3 van de vlog. 25. Maria is weg. Ja. Maar ik heb een waardige vervanger gevonden. Ja. Westside. Westside. Zonder Maria is de vlog minder hip. Daarom ga ik nu laten zien hoe hip ik wel niet ben. En 3, 2, 1... Deze man, hè? Weet je wat mij dus vanochtend is gebeurd? Nou, vertel eens. Ik werd wakker. Ik denk, tijd voor een lekker ontbijtje. Dus ik kijk in het keukenkastje op zoek naar de Golden Puffs. Lekker. Pak ze erbij. De Golden Puffs. Kijk in het keukenkastje. Ik zie iets dat erop lijkt. Ik pak in plaats daarvan de Choco Roos. Een Choco Roos. Ik schenk ze al bijna in, maar ik kom ineens iets op het spoor. Ik ruik chocolade. Dat klopt niet. Dus ik kijk verder in het keukenkastje. En ik had eigenlijk zin in de Golden Puffs. Maar gelukkig zie ik wat ik denk dat cornflakes zijn. Maar eigenlijk zijn het Frosted Flakes. Ai, Frosted Flakes. Ja, die ken je wel. Dus ik doe de Frosted Flakes. Nee, opnieuw. Waar zijn de Golden Puffs? Opnieuw. Contaminatie. Knippen we eruit. Zoals iedereen weet is het verschil tussen cornflakes en frosted flakes dat er een laagje suiker op een frosted flake zit. Ja. Ik denk eerst van, what the hell? Maar vervolgens dacht ik, hey, dit is eigenlijk wel goed, want ik wilde origineel ook suiker op de... Golden Puffs. Op de Golden Puffs. Dus dit was weer dat ik mijn mindset moest veranderen. En toen kwam dus nog de derde keer dat ik deed de Frosted Flakes in mijn bakje. Beetje melk erbij. De Frosted Flakes. Ik ging aan tafel zitten en wat zag ik op tafel? Ik denk de chocolade. Nee, die zaten al in het kastje. Die had ik weer terug in het kastje gedaan. Dat zijn de Golden Puffs. De Golden Puffs die ik oorspronkelijk wil hebben. Ja. Die waren er gewoon. Ja. Ai. Nou, tot dusver mijn boeiende verhaal. Dan is het nu tijd voor JWP's Curiositeiten. Moeten we eerst zeggen dat we een speciaal gast hebben vandaag. Oh, je hebt gelijk, inderdaad. Maar dat maakt niet uit, want knippen we eruit. Curiositeit 1. Ja, de curiositeiten zijn genummerd vanavond. Ik was daar helemaal niet van op de hoogte. Het schijnt iets met kunstplanten te maken te zijn. En kunstplanten, ja, is dat waar, Jasper? Dat is waar. Oké, okay, dan heb ik dat in ieder geval goed. Ik heb thuis ook kunstplanten, of liever gezegd kunstbloemen. En die zijn eigenlijk best wel heel mooi. Het enige nadeel is, ja, je moet ze om de 3 dagen kunstwater geven. Ja, dat is een klein nadeel. Het is niet overal verkrijgbaar. Nee, kunstwater is heel moeilijk te verkrijgen. Maar het is ook niet goedkoop trouwens. Laat dit een les zijn, jongelui. Dan zijn we nu bij curiositeit. Nou ja, ik wil dat toch nog wel even bevestigen. Denk goed na voordat je kunstbloemen koopt. En controleer of je in je supermarkt of in je plaatselijke plantenwinkel kunstwater kunt krijgen. En of dat een beetje betaalbaar is. Deze man, hè? Dat was Jan Willems curiositeit. Dat was echt interessant, joh. Dat wist ik helemaal niet. Nee, wat is er met jouw mind? Ja, blown. Meer heb ik te zeggen. Ik ben echt sprakeloos momenteel. Oké, goed. Nou, dat was het. Share, like en subscribe. En vergeet niet om dat belletje te dinkelen. Die. Dat is tegenwoordig ook een ding. Belletje heb je tegenwoordig. Dat wist ik, want ik ben vet hip, hebben we gezien. Ja. Oké, dan nu het einde. Dan moet jij doen wat Maria hiervoor deed. Oh, ja. Met je handen aan de camera en zeg je yo. Yo.